De Stichting Diabetes Educatie Suriname. Dat is een hele oude stichting die eigenlijk al heel lang timmert aan de weg van awareness van mensen voor gezond leven, maar vooral voor de diabetes. Dat is die ene stichting en we hebben steun gevonden de laatste tijd bij de Lions. En er zijn twee Lions-organisaties die samen met ons zeggen van jongens, kom op, na COVID, we moeten nieuwe dingen gaan doen, we moeten weer beginnen, mensen moeten weer weten, healthy lifestyle, noem maar op. En wij gaan dus zaterdag een activiteit hebben waarbij we dus mensen gaan laten zien en laten proeven. Leg de nadruk vooral op dat stukje proeven dat gezond eten best lekker kan zijn. En in Weestparaat aan de Weidestraat zullen we er zijn. We hebben een aantal mensen die gaan koken voor ons. Die hebben adviezen gehad van de diëtisten en die gaan dus wat eigenlijk bereiden met Surinaamse dingen, dingen die we hier hebben, zodat we kunnen proeven. Geen zout, geen suiker, noem maar op. Maar het kan best lekker zijn met alle verse dingen die er zijn. En dat is eigenlijk waar het ons om gaat. Het gaat open 12 uur, we zijn er wel al eerder, maar vanaf 12 tot 4 kunnen de mensen daar de dingen ophalen, kopen, proeven, noem maar op. U praat over de Stichting Diabetes Educatie Suriname. Mm-hmm. Zal er ook een educatief karakter zijn of dat mensen metingen kunnen doen? Zeker, natuurlijk. De Stichting Diabetes Educatie kan het niet zonder de metingen. Er kan suiker geprikt worden en bloeddruk gemeten worden. En natuurlijk, de mensen zijn in staat om adviezen te geven. Als er iets niet goed is, zullen ze u melden van hey, opschrijven, dit klopt niet, ga naar je huisarts of let hierop, probeer dat, noem maar op. Dat gaan we zeker doen, dat is er ook. Waar we mee werken is dat we zo min mogelijk zout hebben en geen suiker. Dus het wordt een challenge. We hebben al een teach-in gehad met de mensen die gaan koken. En die waren helemaal, ja maar mijn ziel heeft geen suiker. Hoe ga ik doen? En het is niet dik genoeg. Ik zeg juist, dat is die challenge nu. Om te gaan kijken van hoe breng ik smaak aan mijn vlees. Zonder dat ik al die ingewikkelde dingen heb die ons eigenlijk niet goed doen. Want er gaat zoveel zout en suiker in ons eten dat we het niet eens doorhebben. En ja. De consequenties kennen we allemaal. Dat hoeven we niet nog eens een keer uit te leggen. Het is in Weestparaat, dat is aan de Weidestraat, dat is naast Parima. Het is waar de padvinders eigenlijk hun terrein hebben. Daar gaan we zijn en daar gaan we koken. En het gaat om 12 uur voor het publiek open tot 4 uur. Dus van 12 tot 4 kunt u heel mooi uw suiker prikken, want dan hebt u al koffie gehad en lekker. En als het dus te hoog is, zit u niet goed, punt. Ik kan het niet laten om toch nog iets te vertellen. Er is een paar jaar geleden een onderzoek gedaan door de Universiteit van Suriname, de medische faculteit, en een universiteit in Nederland. Die hebben gekeken naar de gezondheid in Paramaribo van mensen tussen 16 en 60 jaar. En ik ben nog nooit zo geschrokken van een onderzoek. Waarbij er uit dat onderzoek kwam dat eigenlijk maar 1% van die mensen die ze onderzocht hebben, en het waren 10.000 mensen, 1% maar, had geen risicofactoren. 99% wel. En van die 99% was er 25% die al orgaanschade had en niet eens wist dat ze hoge bloeddruk en suiker hadden. Dus dat wil zeggen 1 op de 4. Dat is heel ernstig. De rest was gewoon ziek. Nou, hoe gaan wij dit land van ons opbouwen als iedereen tussen 16 en 60 ziek is? We gaan iets moeten doen en ik denk dat dit een van de methodes is, mensen weer aware maken van, hé jongens, wat zijn we aan het doen? Let even op, zout en suiker zijn niet onze vrienden. We moeten erop letten, dus we moeten iets gaan doen.